Nintendo fans! Welkom bij weer een gloedje nieuwe Miitopia video, waarin we alleen maar Nintendo characters hebben. En we hebben in de vorige aflevering het gezicht van Boo gered. Eigenlijk is iedereen hier in nabijland nu weer gered. We hebben hier Serena, we hebben hier Dr. Eggman, we hebben hier, hoe heet ze ook alweer? Ik vergeet altijd de naam. Bubbles! Bubbles en Brock! Die willen je altijd oplichten, die twee. Die willen mij een MP-snoepje voor 500 monies verkopen. Zijn ze helemaal lijp of zo? Hier hebben we Kirby. Hier hebben we Scoot en Bella, dan hier Jigglypuff, maar belangrijkste nu eventjes is de geest. Geest Boo, die zijn gezichtje terugkrijgt. Woep woep. Oh, hij probeert zijn gezicht te pakken, maar het lukt niet. Zag je het? Lekker Boo. Daar ben je weer, jongen. De geest is zijn lamp weer uit. Je bent een redder in nood. En Rikachu zegt, ah, dat was niks, joh. Don't worry. Maar even serieus, wie steelt er nou gezichten? Duistere vorsten zijn tegenwoordig niet meer te vertrouwen. Maar in alle eerlijkheid, ik heb veel nagedacht over wat ik jullie heb aangedaan. En nu weet ik hoe het voelt om iets te verliezen wat je dierbaar is. Daarom heb ik een besluit genomen. Ik zal nooit meer stelen. Nou, wat een held, joh. Hij gaat braaf en deugzaam leven leiden. Duizendmaal dank iedereen. En ja hoor, we hebben alle gestolen gezichten gered. Nabijland is gewoon weer mooi zonnig en vrolijk. Ik ben benieuwd met wie ik nu moet gaan praten. Moet ik met jou gaan praten, Jigglypuff? Nee, niet? Oké. Waar moeten we dan nu wel naartoe? We moeten hier naar rechts. Moeten we naar Koning Snorlax? Die zit daar weer te chillen, daar rechtsbovenin. Waarschijnlijk zit hij weer te eten. Kippenpoten met honing en hagelslag. Wat is de meest gekke combinatie van eten die jij ooit hebt gegeten? Ik heb een keer spinazie en kroket gegeten. Dat was zo random. Anyway, we gaan lekker hier naartoe. En daar ligt een groot rotsblok in de weg. Hoe gaan we deze weghalen dan? Oh, laat hem maar aan mij over. Ah, kijk. De geest in de lamp heeft het zo opgelost. Lekker, Boo. Ga je ons gewoon helpen, vriend? Thanks, man. Hey, Quizmaster Professor Oak is ook weer van de partij. Maar dan moeten we eerst maar even zien te komen. Met Zucker, Steve, Mario en Kat Rikachu. Hey, Zucker. Die gaat gewoon zomaar random daar slapen? Moeten we dit nu zonder Zucker gaan doen? Ja, joh. Zucker is gewoon weg. Nou, dan fixen wij dit toch even met z'n drieën. Lekker Mariootje, lekker Stevie. Nog één schorpioentje. En ik mag weer op het paardje. Gezellig, joh. Wat een ideetje. Doei. Sukker, bedankt voor je hulp, jongen. Ja, ik had in de vorige aflevering super erg getraind om die baas te verslaan. Dus ik ben nu best wel sterk. We zijn allemaal level 11 al. En we zijn ook best wel goede matties, dus we helpen elkaar best wel veel. Ja, ik denk dat deze battles eigenlijk nu geen moeite meer moeten kosten, zoals je ziet. Go, 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 go! Hé, zegt Stevie. Ik zweet altijd zo na een gevecht. Ja, dat lijkt me niet meer dan logisch. Voelt dat niet heerlijk, zegt Steve? Gadver. Steve houdt ervan om te zweten. Jij zweet zelf ook. Ja, mijn hand zweet, omdat die hier in jouw buis zit. Freaking Piet. What up, Quizmaster? Ben benieuwd of die weer een quiz voor ons heeft die wij kunnen oplossen. Wie is er door pret en spellen? Nou, professor ook. We gaan wie is het proberen. Dat hebben we al een keer eerder gedaan, trouwens. Je krijgt 3 vragen, laten we beginnen. Vraag 1. Wie is Steve? Gast. Dat kan ik nooit zien. Dat weet ik echt niet. Deze? Ja, ik heb het goed. Jongen, dat was niet te doen. Wie is Toad? Yo, maar deze lijken allemaal zo erg op Toad. Ik denk... Nummertje 2, denk ik. Ja, lekker. Oké, en dan de derde vraag. Ja, wie is Steve weer? Ja, jongen, ik denk... dit is te moeilijk. Dit is te moeilijk. De tijd is om. Heb ik nou niet gewonnen? Ja, dag. Wat een stom spel. Hoe moet ik nou zien wie Steve is uit die man? Nou, nah, dit is allemaal hetzelfde, jongen. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Ga weg, ga weg. Ik wil je niet meer zien. Uit mijn ogen. Verdwijn. Jij belazer, man. Maak eens een normale quiz, man. Met je Steve. Hier, dit is Steve. Die ziet er toch heel anders uit, joh. Vind ik niet eerlijk. Dus even kijken. We kunnen naar boven of naar rechts. Ik denk dat we even naar boven gaan. Want boven zat natuurlijk Koning Snorlax. Die zat lekker te laxeren daar. Of te relaxen daar. Ik bedoel, je draait alleen maar een paar lettertjes om. Laxeren, relaxen. Allemaal hetzelfde, joh. Zo, gaan jullie even lekker de vloer schrobben, joh. Gezellig, man. Lekker samen de vloer schrobben. Zijn samen niveau 10 al geworden, joh. Mario en Steve. Helemaal gek. Eens even kijken wat Koning Snorlax hier nou doet, joh. Waarom zit jij hier te chillen? Moet jij niet gewoon in jouw kasteel chillen? Met je dikke kippenkluiven. Met honing en hagelslag. Is het lekker, jongen? Geniet je ervan? Oh, jij bent het. Zeker ben ik het, meneer Snorlax.
Maar de grote vraag is, wat doe jij hier? Samen met Sprocket en Lucky. Snorlax zegt, nou, je ziet er uitgehongerd uit. Maar gelukkig hebben we nog wat voedsel over voor noodgevallen. Koningsgebraad krijgen we. En Snorlax die wil de restjes wel opeten. Dit was het? Oké. Nou, dan gaan we lekker door. En dan gaan we nu de andere kant op. Gaan we nu rechtdoor. Ik denk dat we naar de volgende stad aan het gaan zijn. Naar het volgende gebied. Maar eerst gaan we nog even lekker barbecuen. En Steve heeft een lekker champignon. En dan mag Steve ook zelf die champignon eten, hoor. Is het lekker? Ja, lekker? Ah, nice. Nou, nog even een easy battle. Ik denk dat Mario deze in één keer allemaal gaat nakken. We helpen allemaal Mario mee. Nou, dit wordt damage, jongen. Heerlijk dit. Wat een aanval, joh. En dan zijn we bij de herberg. En de woestijn van Nabijland die houdt hierop. En we hebben veel beleefd tot nu toe, zegt Mario. Er was een geest uit de lamp, die heet Boe. Dat hele gedoe in de piramide. En met ons te gekke team hebben we hem tot hier geschopt. Maar opgepast. Er staat ons nog meer te wachten. En Zucker zegt, nee, nu al. En Steve wil het ook eerst even rustig eraan doen. Ja, tuurlijk, joh. We kunnen toch eerst even lekker nachos eten en zo. Oh jee. Oh jee. Nee. Nee, hij neemt al mijn matties weer mee. Potverdorie, ben ik weer alleen, joh. Oh, no. We zijn natuurlijk ook weer al onze krachten kwijt. We kunnen weer opnieuw beginnen. We moeten een nieuwe klasse vinden. En er zijn ook weer hele nieuwe klassen. Namelijk de tank, de prinses en de bloem. Ja, jongens, ik word gewoon een bloem. Vinden jullie het niet prachtig? Eerst waren we een kat en nu zijn we een bloem. Ga nu heen, Rikachu, de bloem. Maar ondertussen... Oh! Hier zijn Toad en Zelda en Red. Jongens, ik heb jullie gemist. Oh nee! Steve, Mario en Zucker zijn er ook bij. Ze worden allemaal... Nee, ze worden allemaal een soort van in de donkere kelder gestopt of zo. De donkere vorst Mr. Mime brengt hun allemaal hier naartoe. En Mario die vraagt... Hey, zijn jullie vrienden van Rikachu? Ja, zeker man, dit zijn mijn matties. Jullie zijn allemaal mijn matties. Rikachu is vast hard aan het werk. We kunnen niet bij de pakken neerzitten. We moeten een weg naar buiten vinden. Inderdaad, we zullen allemaal moeten samenwerken. Hup dan, aan de slag. Let's go, guys. Let's do this. Nou, ik ga gewoon alvast lekker een beetje eten en zo. Oh, ik vind het alleen weer smerig. Dat is dan weer jammer. Ja, en dan ga ik maar gewoon door. Bloem die ik ben van niveau 1. En waar komen we dan nu terecht? In Elflandia. En we zien daaronder Rosalina weer staan in een Yoshi-outfit. En dit is Elflandia, jongens. Met mooie druppeltjes aan de blaadjes en aan de plantjes. Let's go, Epona. Daar gaan we. We zijn weer samen. We moeten weer battelen. Tegen pommetjes. We gaan ze allebei tegelijk aanvallen. Let's go. Bim, bim, bim. Oh, we hebben er al eentje kapot. Dat is chill. Oh, volgens mij is die bloem best wel nice. Die valt gewoon iedereen tegelijk aan. Handig. Kom op, Epona. Snel naar de herberg. Eerst even een kistje openen. En dan waarschijnlijk nog een battle. Ja, nog één. Tegen een twerkkoen. Dit is de beste vijand ooit die ik in een game heb gezien. Een twerkkoen. Serieus? Oh, dit is goud. Oh, zag je dat als hij zo zijn mond opende? Zo... Dat zag er echt niet best uit. Dat zag eruit als heel wat anders. Oh, man. Dankjewel voor de XP. Dankjewel dat ik level 2 mocht worden. Oké, wat gebeurt er? Ik zie iets hier op de grond liggen. Het is een banaantje. Kijk, die komen altijd wel van pas in boss battles. En daar is de herberg. Oh. Ik ben benieuwd of we nu een nieuw metgezel, een nieuwe reiziger gaan vinden. In ieder geval wordt de relatie tussen Epona en mij chiller. We gaan nu samen snuiven. Ja, kindvriendelijk kanaal Nintendo. Ik vind dit heel raar. Een kleine snuif met veel effect? Don't do drugs, kid. Don't do drugs. Dit kan toch niet? Kijk, daar gaat de bel. En er staat iemand voor de deur. Ja hoor, er komt iemand helpen. Een nieuw teamlid. En wie gaan we daar eens voor kiezen? Ja, ik denk dat ik het al weet. Guigi? Deze Guigi is gewoon geniaal. Deze Guigi is... relaxed. En aangezien Guigi gewoon van goo is, van slijm, denk ik dat hij heel veel klappen kan vangen. Dus Guigi, die wordt onze tank. Ziet er trouwens wel een beetje maf uit. Wat gebeurt er als hij onze priester wordt dan? Oh, dit staat hem wel beter eigenlijk. Guigi wordt onze priester. Ja, dit vind ik wel leuk. Ik ben Guigi, een relaxte priester.
What up, Gogi? Kom lekker het team joinen, jongen. Oude baas, hallo daar, Gogi. Ik hoop dat je plek voor me hebt. Ik zal mijn uiterste best doen. Zeker wel, dude. Zeker. Je bent van harte welkom, Goiji. Straks zullen nog twee mensen zich bij ons aansluiten. En moeten we alle krachten bundelen om verder te kunnen komen. Nou, welkom, dude. Ik ga even een kamertje met je delen, ja? Heb je toevallig ook nog honger, Gogi? Hou jij van schorpioenen? Vind je dat lekker? Dit was geen succes. Hou jij dan misschien van cactussap? Ja, dat vind je beter, oké? Okay. Hey, Gogi, zullen wij eens even lekker samen naar de bibliotheek? Even lekker samen een boekje lezen, jongen. Even snel betere matties worden gelijk. Let's go, Gogi! Hey, en daar is de baas, jongen. Daar is de echte baas, de Nintendo-baas. Ik ga gewoon rustig op Epona zitten en Gogi mag er gewoon gelijk achteraan rennen. Gaat op ze snuffert. Ik help hem wel. Tuurlijk help ik hem. En ik ben benieuwd wat Gogi in battles kan doen, joh. Zou het een beetje een goede Gogi zijn? Volgens mij is Gogi een hele goede healer. Tenminste, dat zeiden jullie in de comments. Dus dat geloof ik dan. Gogi heeft ook een mooi nieuw pakje aan. En Gogi krijgt wel een flinke tik. Ik ga snuiven met Epona. Ja. Let's go. Let's go snuif. Gogi is bijna doodgemaakt. Gogi, pak hem even aan. Wil je hem even slopen? Waarom is dit zo'n sterk ding? Waarom is deze tomaat zo sterk, joh? Ga weg met je tomatenhoofd. Gogi gaat lekker naar level 2 gelijk. En hij heeft genezing geleerd. Ja, ja, herstel HP met de kracht van je gebed. We hebben ook bonuspunten. Die ga ik even lekker aan mezelf geven. Oké, waar komen we nu dan? Ja hoor, daar is hij weer. Hallo meneer, meneertje Iwata. Ik hoor dat je niet stil hebt gezeten. Je hebt boer zijn fouten laten inzien. Goed gedaan. Dankjewel, dankjewel. Trouwens, hoe gaat het met je zoektocht naar de duistere vorst? Ja, die zijn wel 2 keer tegengekomen, maar hij is 2 keer weggegaan. Ja, dat was niet echt, was niet echt chill. Maar Iwata, die weet misschien wel waar de duistere vorst is. Daarachter, in Elfendorp. De elfen zijn geesten die in het bos leven. Ze zijn echte meesters in de magie. Als de duistere vorst daar aanvalt, zal hem dat nog flink tegenvallen. Tot ziens. Oké, we vervolgen onze weg. Hey, ik heb een nieuw bloempakje. Kerstbloesem. Ja. Ik ga echt stuk om deze bloemen. Ik ben wel benieuwd, hè? Wanneer we een nieuwe maat gaan vinden. Maar eerst zullen we samen nog even het gevecht aan moeten gaan. Tegen de mondige tomaat. Pak hem! Lekker Gogi. Hij doet mij niet zo heel veel pijn trouwens. Ik krijg maar 1 HP damage van die tomaat. Maar Gogi gaat gelijk in 1 keer bijna kapot, joh. Dat komt waarschijnlijk omdat ik al heel veel heb gegeten. Want die bonus stats, die neem je wel gewoon mee. Ook al ben je level 1. Dus dat is wel heel chill. Dus jongens, val mij maar even lekker aan, twerkoentje. Top, joh. Val mij aan. Ik vind het helemaal goed. Bim! Twerkoen is kapot. Tomaat leeft nog. Kijk uit, Gogi. Lekker. Bim! Oké, we moeten gewoon nog een battle. Tegen 2 twerkoonies. Dit is zo relaxed dat ik gewoon iedereen aanval. Dit is echt super nice. Oh, alleen ik ben op mijn bakkers gevallen, waardoor ik er nu maar 1 raak volgens mij. Liet hij nou een scheet, die twerkoon? Ah, nasty. Ah, dat was echt smerig. Ik kreeg gewoon een puff op mijn hoofd van die twerkoon, man. Kijk, ik word gelijk leveltje 3. Gogi is ook bijna level 3. Oh, en ik kan nu ook HP herstellen met een bloemengeurtje. Dat klinkt heel nice. Straks worden wij gewoon het heal team nu, joh. Kunnen we gewoon altijd healen, we hebben helemaal geen strooisel meer nodig, joh. Ik ga even lekker een tomatenpastaatje eten. Nom, nom, nom. Ik denk dat ik Gogi even een paardenuitje laat doen. Dan worden die ook even matties. Oh, wat? Moeten ze nou samen battelen, joh? Pas op, Gogi. Oh, nee, dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Oké, hij gaat healen. Ja, dat kan. Maar ik denk dat je beter gewoon aan kan vallen. Oh, dit wordt echt een fiasco. Dit wordt echt een fiasco. Wat is die aan het doen? Ja, hij probeert zichzelf steeds te healen, maar dat hoeft helemaal niet. Je moet gewoon aanvallen. Ik heb strooisel voor je, jongen. Jongen, ga gewoon aanvallen. Ik heb strooisel. Hier, ik help je. Gewoon aanvallen, jongen. Oh my god, gaat hij nog een snoepie eten ook? Gogi, ben je dom? Luister nou naar mij. Aanvallen. Ik hoop eigenlijk dat hij op Epona mag gaan aanvallen. Ik denk dat dit niet gaat lukken. Ik weet niet hoeveel HP dat beest heeft, maar dit gaat helemaal niet de goede kant op, joh. Hij kan hem niet aan, hoor, jongens. Hij kan dit kleine beest niet handelen. Ja, hij kan hem wel handelen. Lekker. Nou, ik ben trots op je, Gogi. Ik had niet verwacht dat je dat zou redden, maar je hebt het gered. Respect voor jou. En dan kan je nu lekker samen gaan chillen met Epona. Of gaan slapen met Epona.
Kan ook. Ze zijn wel gelijk level 3 geworden. Dat is wel nice. En dan kunnen we weer gezellig op pad gaan met z'n drietjes. Ja, en ik denk dat we nu naar Smurverland gaan. Als ik het zo een beetje zie. Ben benieuwd of Gargamel hier ook is. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je dit een leuke serie vindt. En vergeet niet te abonneren als je ook de volgende aflevering wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!